Mr. FC Utrecht is waarschijnlijk wel Leo van Veen. In de 11,5 jaar dat hij bij de club speelde, scoorde hij er flink op los. De meest populaire voetballer uit de geschiedenis van de club speelde er veel korter, maar maakte een onuitwisbare indruk. Michael Mols. Hij was niet groot voor een spits. Eigenlijk klein. Hij was wendbaar. Altijd aanspeelbaar. Dat waren dus pluspunten. En hij liet de anderen altijd beter spelen. Bovendien scoorde hij zelf ook. En zo is de wedstrijd meer spannend dan goed. Van Loen inmiddels in het veld gekomen. Booth op Mols. En dan is het eindelijk raak. 9 minuten voor tijd is het toch weer Michael Mols. Mols kan er van de wedstrijd nog iets maken. Michael Mols, een mooie goal, 2-1. Het is zijn 12e van dit seizoen. Hij kwam van Twente, groot talent, maar daar had hij het nooit helemaal waargemaakt. Maar bij Utrecht kreeg hij het vertrouwen. Nou, en dat betaalde hij terug. Mols, Mols, onderweg. Maar hij gaat door. En Van Gastel is boos. Vanwege zijn gedachte dat Mols hens maakte onderweg. Sparta had natuurlijk de pech van paal en lat, maar Utrecht is beter. En Mols is hier klasse. Overstap hier door Mols die de bal terugkrijgt. En een goede goal van Utrecht. Utrecht gaat ervoor en Utrecht heeft succes. Binnen 3 seizoenen is Michael Mols een legende in Utrecht. Maar ja, wat gebeurt er met legendes? Die kun je niet behouden. Iedereen en alles zit achter hem aan. Hij is international geworden inmiddels. En hij blijft maar scoren. Booth, Robbenmond gaat op rechts. Mols zegt, spelen nu naar Booth achterin. Dat duurt wat lang. Dan wordt het maar Mols. Jansen ligt dus. Mols draait heel aardig, hoor. Ja, ja, ja. Want hij behield het overzicht. En Mols zorgt daardoor in de 37e minuut toch uiteindelijk voor de Utrechtse club. Een corner voor Utrecht met De Jong. Achterin getrapt. En die valt op miraculeuze wijze voor de voeten van Mols. En die rondt het prima af. Het is 2-0 voor Utrecht na een half uur spelen. Het Utrecht publiek heeft er alles aan gedaan om Mols voor zich te behouden. Er werd 90 minuten lang toegezongen. Dozen vol faxen en ook heel veel e-mails kreeg hij. En die populariteit had hij maar in een paar jaar tijd opgebouwd. Uniek. Nog een dikke minuut. De Jong. Mols draait goed weg van Liefden. En heeft een gelijkmaker op zijn schoen. En doet dat buitengewoon knap. Michael Mols met zijn 2e goal van deze wedstrijd. Bepaalt de eindstand op 2-2. Pas op Mols, die neemt die bal mooi mee, zeg Mols. Oh. Schitterend alleen de aanname al. Praat ik nog niet eens over het doelpunt. Kijk, dat is helemaal niet eenvoudig met de speler. Hup, zo pakken, wegdraaien en dan inschuiven en Doedik passeren. Heel, heel knap. Ik denk niet dat er veel mensen zijn op de voetbalvelden die zo'n afscheid krijgen als Michael Mols. Hij kreeg het bij Utrecht. Wat was dat mooi. Ik zie dat ik het mooiste in mijn club. Hij ging weg. Maar eigenlijk met pijn in zijn hart. Voor 7 miljoen naar Glasgow Rangers.